Voor een relax fauteuil of bankstel van topkwaliteit gaat u al ruim 35 jaar naar Teunarts in Sint-Hubert. Voor een greep uit onze collectie van meer dan 150 relax fauteuils kijkt u op www.teunarts.nl. Tot zo! De Boksmeerse Zwem- en Polo-club BZ en PC bestaat dit jaar 50 jaar. Loek Rijnen, wanneer wordt dit jubileum gevierd? In het weekend van 24, 25 en 26 mei. 3 dagen feest. Hoe ziet het programma eruit? Op vrijdagavond beginnen wij met een poolparty voor de jeugd. Dus tot met 16 jaar. Dus alleen voor leden en voor genodigden. En op zaterdag gaan we onder meer waterpolo-wedstrijden voor leden en oud-leden. En daar aansluitend sponsor-estafetten. Met onder meer Ada Kok en de burgemeester die daarbij zullen zijn. Het programma begint om 12 uur, 's middags, met de opening. En om 7 uur 's avonds is er vervolgens de receptie. Met op aaneensluitend de feestavond, die alleen maar voor leden is. En op zondag is om 12 uur nog een clubkampioenschap. Hè. Dus echt een zwemselectie die dan gaat zwemmen. Zijn er ook veel oud-leden opgetrommeld? Wij zijn nog steeds op zoek naar oud-leden. Dus mochten er nog oud-leden zijn die zich willen aanmelden, dat kan via onze website bzpc.nl. Maar op dit moment is er al een hele waslijst met leden die gaat komen. Dus het is altijd leuk als je oude mensen, oude leden wilt zien. Die waar je vroeger mee samen hebt gespeeld. Dat je dan ook kan natuurlijk. Een speciale gast, Ada Kok. Wat heeft zij met het Hoogkoor Boksmeer? Zij is onder meer degene die voor het vroegere zwembad de eerste schop in de grond heeft gezet. En als ik me niet vergis is zij ook aanwezig geweest tijdens de opening van dit zwembad, het Hoogkoor. Heeft zij nog een rol in het jubileumprogramma? Zij zal onder meer spreken op de receptie. Zij zal aanmoediging doen bij de sponsorestafetten. Dus zij is zeker actief betrokken en is ook 2 dagen aanwezig. Want op de zondag tijdens clubkampioenschappen zal zij ook aanwezig zijn. En ja, misschien ook daar wel iets van betekenis spelen. De sponsorestafetten, voor welk goede doel is dit? Dat is voor het Jeugdsportfonds. En zij zetten zich in voor jongeren waarvan de ouders zelf de contributie bij clubs niet kunnen betalen. Ze maken eigenlijk voor jongeren sporten toegankelijk. Inmiddels 50 jaar geleden. Ik heb begrepen dat u 50 jaar geleden mee bent begonnen bij deze vereniging. Wat heeft u aan hoogte- of dieptepunten gezien in die 50 jaar? Hoogtepunten? Ja, ik heb 28 jaar waterpolo gespeeld. En toen het niet meer zo goed ging, ben ik daarmee gestopt. Maar ik heb toen nog 18 jaar coach van de jeugd gedaan. Hoeveel leden telt de vereniging op dit moment? Iets rond de 200 stuks. Is dit altijd zo geweest? Nou, meestal is het iets meer en het varieert een beetje. Rond de 200 is het een beetje acceptabel. Maar met hoeveel leden zijn ze 50 jaar geleden begonnen? Nou, ik denk met een man of 10. Kunt u iets vertellen over de geschiedenis, hoe het is opgericht? Nou, toen ik begon heb ik mij aangemeld 1 mei. En dat was in het burgemeester Noletbad. En toen waren er precies 2 aspiranten. En dat was Koot van den Berg en ik. En wij moesten altijd met de heren meespelen. En we hadden een damesteam, bestonden 2 personen. En dat waren 2 zussen van mij. En die hebben ook 1 jaar mee getraind. Tot ze er helemaal niks meer aan vonden. En toen zijn ze maar mee gestopt en toen kwamen gewoon geen dames bij. Dus ze stonden altijd, lagen altijd in het water met hele grote jongens of 2 kleintjes. Telt BZ en PNC ook jeugdleden? Ja, we hebben heel veel jeugdleden. We proberen er eigenlijk ieder jaar wat meer bij te krijgen. Maar dat is een beetje schoksgewijs komt dat altijd naar voren. 1 jongen in de klas begint te zwemmen. En dan komt zijn vriendje erbij. En dan zegt die ander, oh god, dat is ook leuk. En dan heb je in 1 keer 12 kinderen. En dan kun je weer een team oprichten, zeg maar. En dan kun je mee beginnen met begeleiding. En dat duurt een paar jaar. En dan zo komen ze toch weer in het eerste team. Of een tweede of derde team. Want vanaf welke leeftijd mogen ze meedoen? Nou, ze moeten toch wel kunnen zwemmen. Dat is de bedoeling. Maar welke leeftijd? Ja, de ene die is bij 10 jaar, de andere is bij 14 jaar. Dat scheelt een beetje. Kijkers die meer informatie willen over het jubileumprogramma of inderdaad om lid te worden, waar kunnen zij terecht? Zij kunnen terecht op onze website, dat is bzpc.nl. Daar staat ook een aanmeldformulier, eventueel voor het weekend. Hè. Zeker voor oud-leden is dat belangrijk. En verder staat daar ook informatie over de zwemlessen die gegeven worden bij ons. En de trainingen die gegeven worden in verband met waterpolo bijvoorbeeld.